A Serial Killer, A Day. Op deze dag in 1982 staat Johannes Hanni vlees te braden in zijn keuken. Zijn vrouw vindt het prachtig om te zien hoe hij ervan geniet. En Johannes is heel benieuwd hoe het zal gaan smaken. Het is namelijk niet zomaar vlees. Het is het dijbeen van Aymar Fibo die hij eerder die dag vermoord heeft. Het gerecht valt in de smaak. Daarna pleegt hij nog twee moorden en bereidt het vlees op dezelfde manier. Op het moment dat hij opgepakt wordt, pleegt hij zelfmoord. Zijn vrouw Pille moet nog wel een paar jaar de gevangenis in, wegens medeplichtigheid. Als ze vrijkomt, verandert ze haar naam en gaat in Finland wonen. Wel schrijft ze nog een boek over hem.